We hebben bij het tweede boek weer net zo te werk gegaan als bij het eerste boek. Mensen konden zich aanmelden als ze een winkel wisten of iets konden vertellen over een winkel, in zo'n winkel hadden gewerkt of zelfs zo'n winkel hebben gehad. En dat was heel erg. Het viel weer heel erg mee, het aantal deelnemers. We hadden er zo weer een stuk of 60, 70 die zich aanmelden. En die zijn ook allemaal in het boek gekomen. Dit was de zaak van onze ouders. En mijn zus zeg je net dat op dit moment was mijn moeder zwanger van mij. Dat weet ik natuurlijk niet, maar hier is de zaak verbouwd. En toen werd er een grote kas achter gebouwd. En dit is de nieuwe situatie. Ja, het is gewoon heel erg leuk om dit te zien. Het is ook nog de oude winkel. En het is heel erg leuk dat we op zo'n manier, onze ouders die zouden vandaag de dag, en vandaag echt 70 jaar getrouwd zijn. Op 28 maart, dan wordt dit boek uitgegeven. Nou, een mooie cadeau voor hun kan je toch niet wensen. Het was een bloemenwinkel. Bloemenhuis Beatrix aan de Toulonselaan. Het pand is nog steeds, zit nu een acupunctuurzaak in. Ja. Maar dat was een begrip in Dordrecht vanwege bruidsboeketten en rouwwerk. Dus een heel goede zaak eigenlijk. Onze vader was altijd heel betrokken in de zaak en wij moesten ook meewerken met de kerst. Altijd heel druk, dus wij hebben eigenlijk geen van drie de behoefte gehad om de zaak over te nemen. Achteraf misschien wel jammer. De rode lijn is dat het veelal wel in de jaren 50 en 60 zich afspeelde. Dus de jaren van de wederopbouw. Dat is eigenlijk wel een beetje de rode lijn die je tegenkomt. Mensen kochten natuurlijk veel in de buurt. De grootwinkelbedrijven, daar hoorde je natuurlijk nog niet zo heel erg veel van. Hoewel we wel een paar winkels erin hebben staan die tamelijk groot waren. Dus niet alleen het kleine kruideniertje op de hoek, maar er staat bijvoorbeeld ook de firma Bus in. Dat was voor destijds een groot soort van warenhuis met meerdere verdiepingen. Op de plek waar later Itz heeft gezeten. Mensen hebben een heel groot pand daar in de jaren 20 neer laten zetten. Dus dat was wel een grote deelnemer. Maar je zag natuurlijk nog niet zo heel veel van die grote winkelbedrijven. En het gaat juist om het kleine familiebedrijf, de eenmanszaak. Daar hebben zich er heel veel van aangemeld. En ik vind het ontzettend leuk dat die hebben meegedaan. Ja. Ons huis, huis van Ouborg de Kaasboer van vroeger. Ouborg. En dit zijn de mensen die dan de allereerste, want wij hebben die zaak overgenomen. Tenminste mijn vader. En dat is dit dan de eerste foto van de mensen die toen Ouborg heetten. Maar het is wel onder de naam Ouborg doorgegaan. En waar zat de winkel? Op de Voorstraat. 201 was het eerste nummer en 259 het tweede nummer. Maar hetzelfde pand. Ja. Heeft u zelf ook nog in de winkel gestaan? Ja, ik heb een jaar nog als oudste dochter de winkel gerund. Ja. Ik heb altijd graag in dit huis willen blijven wonen. Maar dat ging niet, want hij staat onder monumentenzorg. En dat moest aan de eisen destijds moest het veranderd worden. En daar hadden onze ouders geen centjes voor. Dat was te zwaar. Ja, en toen hebben we moeten verkopen. Ja. De winkel was het de Knolhouwer. En de Knolhouwer 40. En die winkel is er nou nog. Ze hebben nu een woonhuis van gemaakt. En daar verkochten wij de vis. En ik heb er zelf boven gewoond. Mijn rol was hulp. En later zou ik dan de zaak overnemen. De viszaak zou ik overnemen. Maar omdat de visstand achteruit gaat, ben ik ermee gestopt. Maar ik heb vanaf 12 jaar tot aan mijn 50ste heb ik in de viszaak gezeten. Was overdag werken of de school. En 's nachts vissen. Dat heb ik mijn leven lang gedaan, tot de 50ste. Mijn vader die viste,
op het Hollands Diep, op de Oude Maas. En 's winters visten wij in de havens. Zeehaven, en vroeger had je de Dokhaven. En over elke haven visten wij in de winterdag. En dan werd de meeste vis gevangen, omdat dan de visstand het beste bleef. Die was vis was erg sterk in de winter, behalve zomer. Zomer was de vis weinig, die kregen we als niks voor. De vis alleen maar voor visvoer ging, werd het dan verkocht. Mijn vader staat erin en het is dus eigenlijk een familiebedrijf geweest. Zo moet je het zien. En ze komen uit Brabant vandaan, naar Dussen. En ze hebben ze hadden 5 zoons en 2 dochters. En die 5 zonen zijn in de viszaak gebleven. En dus later is dat weggegaan. Die visstand ging zo hard achteruit dat al de zoons gingen weg. En ze hadden er een paar gestorven. Alleen mijn vader die bleef over. En ik was dan zogenaamd de knecht. Want ik zou de zaak dan wel overnemen. Ik heb het niet gedaan, helaas. Dus de visstand van de pluim is weggegaan. Sorry.